Welkom, beste kijkers, jong en oud, weer bij de vierde aflevering inmiddels van Keuzes in de laatste levensjaren. Wat kan en wat mag? Het gaat deze keer over medische zorg rond het levenseinde, zou ik kunnen zeggen. En ook misschien wel over grenzen aan die behandeling. U weet, in deze serie van 5, dit is de voorlaatste aflevering, gaat het niet alleen over het levenseinde, dat weet u. Het gaat eigenlijk veel meer in deze serie over de vraag, hoe moet dat nou als van toch vaak nog vive 70ers die denken, nu kan ik nog alles, maar hoe moet dat nou straks? Vul maar in, als ik niet meer dit of als ik niet meer dat. Wie helpt mij dan en aan wie kan ik dat ook nog vragen? Ja, en dan gaat het natuurlijk ook over wat we dan misschien de laatste grens kunnen noemen. En daarover, en over die medische zorg, gaan we in deze aflevering praten. En dat doen we weer heel vertrouwd met Dorothea Touwe, specialist en onderzoeker medische ethiek en gezondheidsrecht. En we hebben vandaag als bijzondere gast, die ook bij onze fysieke bijeenkomsten heel vaak aanwezig was, Annelies Weverling. Annelies, ook hartelijk welkom. Jij bent, ik zal die term maar even noemen, klinisch geriater. En je mag je ook internist oudere geneeskunde noemen. Dat is de betere term. Als dat bent, dan gaan we het zo meteen ook uitvoerig over hebben. Maar we beginnen eerst met het thema van vandaag. Dorothea, mag ik jou uitnodigen met de vraag, wat houdt dit thema in? Dankjewel, Tom. En kijkers thuis, wat fijn dat u er weer bent en dat u over dit soort ingewikkelde dingen wilt nadenken en wilt praten met elkaar. Of misschien gewoon nu luisteren en denken, oké, dit heb ik allemaal gehoord en ik wacht het verder maar af. Want dat mag natuurlijk ook. Dat is helemaal aan u. We gaan het vanmiddag hebben over medische beslissingen rond het levenseinde, maar eigenlijk medische beslissingen in dat hele traject daarvoor, in de jaren daarvoor soms zelf. En verschillende categorieën daarin, omdat dat helpt om helder te krijgen waar je wat over kan denken en waar je wat over kan beslissen. Dus het is nu een beetje het onderwerp van nu is eigenlijk ook vrij medisch inhoudelijk. Van wat voor soorten beslissingen zijn er? Ik ga natuurlijk niet over de medische details met u praten. Ten eerste kan ik dat niet. Ten tweede hebben we dan niet genoeg aan dit half uur. Maar over categorieën. Categorieën beslissingen. Zodat u een beetje weet waar u over kan denken, over kan beslissen, over kan praten met uw huisarts. U heeft het al meerdere keren van mij gehoord, dat u vooral een recht heeft om behandeling te weigeren, maar dat uw vraag om behandeling begrensd wordt door de medische indicatie van de arts. Oftewel, als het gaat over wat moet hier nou gedaan worden, dan heeft de arts een belangrijke verantwoordelijkheid om daarover na te denken. Dat is ook haar vak, dat is haar deskundigheid. Om na te denken, wat is voor deze patiënt met deze aandoening en deze leeftijd en deze omstandigheden en gezien de wensen van deze patiënt nou de beste behandeling om hier nu te geven. En die verantwoordelijkheid is een hele belangrijke verantwoordelijkheid van de arts, die ook de grens aangeeft van waar u als patiënt over kunt beslissen. Want dat kan de grens zijn tussen goede medische zorg en niet goede medische zorg. Een arts mag een behandeling waar geen medische indicatie voor bestaat niet geven. Zo simpel is het. Dus daar zijn hele duidelijke grenzen aan. Die zien we zelfs terug in de artsen-eed, de Nederlandse artsen-eed, die jonge artsen afleggen wanneer zij artsexamen doen. Daar staat in, ik erken de grenzen van mijn kunnen. En het is heel kenmerkend voor Nederland en voor de Nederlandse medische ethiek om zo nadrukkelijk na te denken over wat je wel kan en wat je niet kan. En dus niet over die grens heen te gaan. Dus niet in het wilde weg maar behandelingen te geven, maar wanneer je merkt dat een behandeling niet aanslaat en de patiënt alleen maar schaadt, om daar dan ook daadwerkelijk mee te stoppen. Dus nadenken over welke behandeling misschien niet eens gestart moet worden omdat die niet gaat werken. Of een behandeling staken of stoppen wanneer blijkt dat die de patiënt alleen maar schaadt. En dus niet medisch zinloos handelen. Dat is een belangrijke taak van de arts. En voor dat besluit dat iets medisch zinloos is en dat er gestaakt moet worden, heeft een arts geen toestemming nodig van de patiënt en ook geen toestemming nodig van de familie. Dat is de verantwoordelijkheid van de arts. Die zal daarover praten met u. Die zal daarover praten met degene die rond uw bed staan. Maar als het medisch zinloos handelen is, dan is de arts verplicht om daarmee te stoppen.
Nou is het natuurlijk niet zo zwart-wit in de geneeskunde. Nou weet je ook als arts helemaal niet altijd wat gaat werken. Dus er is ook een heleboel wat je uitprobeert. Waarbij je gaat kijken of die behandeling aanslaat. Waarbij je ook dus niet van tevoren aan de patiënt en familie garantie kan geven dat het gaat werken. Nee, je probeert het uit en je kijkt of die patiënt er beter van wordt of er niet beter van wordt. En als het dus schadelijk blijkt, dan zou je ermee moeten stoppen. Omdat het vak geneeskunde zo vol met dit soort onzekerheden zit, worden er heel veel protocollen bedacht, uitgedacht door groepjes specialisten die zeer deskundig zijn en die dan alle ervaring en alle wetenschappelijke gegevens samenballen tot een richtlijn voor individuele artsen die die individuele arts dan steun geeft van welke behandeling is hier nou in dit geval een goede, welke zou je moeten overwegen, welke stappen zou je moeten zetten. En ook dus welke dingen kan je uitproberen, maar hoe zie je of het werkt of het niet werkt. En als het niet werkt, dan moet je ermee stoppen. Dit scala waar ik het nu over heb, deze categorie aan beslissingen, is in feite de categorie het staken of niet instellen van een medisch zinloze behandeling. En nogmaals, hoezeer het natuurlijk ook belangrijk is om u en uw naasten daarvan op de hoogte te stellen en daarbij te betrekken, uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de arts om een medisch zinloze behandeling te stoppen of er niet mee te beginnen. Een voorbeeld van zo'n soort beslissing hebben we het eigenlijk al een keer eerder over gehad. Dat is namelijk wel of niet reanimeren. En daar laten we graag even een kort filmpje over zien van een mevrouw die daar ervaringen mee had, omdat ze gevraagd wordt wat ze daarvan vindt. Ik denk dat ieder mens wel over zijn levenseinde nadenkt. En bij de een is dat wat eerder dan bij de ander. Ik ben daar zelf nogal eens mee geconfronteerd, omdat ik een aantal kwalen heb die chronisch zijn. En waarvan je weet van alles bij elkaar, ben ik in leven dankzij de chemische industrie. Ik ben daar nogal eens mee geconfronteerd. Als ik zonder enige levensbedreiging werd vervoerd per ambulance en in de ambulance al de vraag kreeg, mevrouw, wilt u gereanimeerd worden of niet? Dan heb ik iets van, ja man, waar heb je het over eigenlijk? Dat is helemaal niet aan de orde. Aan de andere kant is zo'n vraag natuurlijk toch ook belangrijk, omdat dit je aan het denken kan zetten. Zelf heb ik iets van, reanimeren hoeft niet per se. Als het nodig is, dan kan dat gebeuren en zou ik niet meer zo niet behandelbaar zijn, dan moet er gewoon een punt achter gezet worden. Wat dat betreft vind ik ook altijd dat het erg belangrijk is dat juist als je alleenstaand bent, mensen om je heen weten wat er geregeld is, wat je kunt regelen en wat je geregeld hebt. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld in de vorm van een donorcodiciel dat ik altijd bij me heb. En ik heb een nichtje van mij heel duidelijk gezegd wat ik wel en niet zou willen. Misschien heeft u het ook wel eens meegemaakt dat u op het spoedeisende hulp kwam en dat daar dan zo'n jonge dokter tegen u zei, plomp verloren, wilt u gereanimeerd worden of niet? En misschien heeft u daar heel uitgebreid over nagedacht en heeft u er iets over opgeschreven in uw wilsverklaring. Of misschien bent u zoals de mevrouw die we een paar afleveringen geleden noemden, die op haar borst getatoeëerd heeft, ik wil niet gereanimeerd worden, doe het niet, want ik denk dat ik daar slechter uitkom dan dat ik er voordelen mee heb. Dus als dan die vraag bij u komt, wilt u gereanimeerd worden, dan zegt u nee en dan zal u ook niet gereanimeerd worden wanneer u hart er misschien mee ophoudt. Het kan ook zo zijn dat u zegt, ja, ik wil wel gereanimeerd worden. En dan kan het nog steeds zo zijn dat u misschien wel niet gereanimeerd wordt wanneer uw hart ermee ophoudt. Het kan namelijk zo zijn dat er medische redenen zijn om niet te gaan reanimeren als het hart ermee ophoudt. Bijvoorbeeld omdat uw botten zo broos geworden zijn dat uw ribben eraan kapot zouden gaan. Of omdat uw leeftijd zo hoog is dat we weten dat reanimatie gewoon geen kans van slagen heeft. Dat u er altijd slechter uitkomt dan dat u er beter van wordt. Het is natuurlijk vaak niet voor niets dat het hart ermee ophoudt. Dat betekent overigens niet, hè, als artsen zeggen, nee, als het zou voorkomen, zullen we u niet reanimeren. Dat betekent niet dat ze niet goed voor u gaan zorgen. Dat betekent ook niet dat u geen behandelingen meer krijgt. Dat betekent niet dat alles gedaan zal worden, of dat niet alles gedaan zal worden, om u zo goed mogelijk te laten herstellen.
Het betekent alleen maar dat artsen zeggen, wanneer uw hart ermee ophoudt, denken wij dat het beter is om niet in te grijpen. En dat is dus een voorbeeld van het niet instellen van een medicinloze behandeling. Een andere categorie medische beslissingen rond het levenseinde is eigenlijk niet echt gericht op het levenseinde. Nou, vindt niet alleen plaats rond het levenseinde, maar heeft wel te maken met het levenseinde. En dat is palliatieve zorg. Palliatieve zorg is de zorg die gegeven wordt aan iemand wanneer die een ongeneeslijke ziekte heeft. En dan is de zorg erop gericht niet alleen om die ziekte te genezen, want dat kan dus niet meer, maar om te zorgen dat die persoon nog een zo goed mogelijk leven heeft totdat hij sterft. Of dat hij zo min mogelijk pijn heeft, of zich zo goed mogelijk voelt, genoeg energie heeft om de dingen te doen die hij wil doen. Dus dat is zorg gericht op nog zo goed mogelijk leven in het laatste stuk voor de dood. Palliatieve zorg is een type zorg die dus al lang kan duren. Het is niet alleen maar het laatste stukje, het kan ook jarenlang zijn. Want het kan zijn dat u jarenlang leeft met een bijvoorbeeld een uitbehandelde kanker, maar dat ondertussen met al die palliatieve zorg u nog een heel wat jaren heeft. Die zorg wordt gegeven door huisartsen, door specialisten, door palliatief adviesteam, maar ook bijvoorbeeld door iemand als een geestelijk verzorger die iemand kan helpen om eventuele zingevingsvraagstukken te bespreken. Die zorg die wordt gegeven in een ziekenhuis of thuis of in het hospice of misschien als het thuis niet meer gaat op een palliatieve afdeling van een verpleeghuis. En ik zei het al, het soort zorg kan zijn pijnbestrijding, bestrijding van benauwdheid, zorgen dat iemand niet al te misselijk is, zorgen dat iemand goed kan slapen zodat hij overdag nog wat energie heeft, maar ook hulp bij levensvragen of het leven afronden. Binnen die palliatieve zorg is er nog een hele specifieke behandeling en dat is palliatieve sedatie. En die gaat wel echt over het allerlaatste stukje. Dat is een type behandeling die gegeven kan worden wanneer de dood van de patiënt aanstaande is, maar die patiënt zo erg lijdt onder symptomen die niet anders bestreden kunnen worden. En daar laten we een kort filmpje bij zien, waarin u een paar dokters daarover hoort vertellen. En een van hen is Kea Vogelberg, die hier in de Leidse regio arts was en woonde en heel actief was en helaas een paar maanden geleden is overleden. Uit onze enquête blijkt dat 9 op de 10 huisartsen een palliatieve sedatie hebben uitgevoerd. Ze hebben te maken met de richtlijn van de Landelijke Artsenfederatie, KNMG. Een arts mag pas met palliatieve sedatie beginnen als de patiënt 1 of meerdere onbehandelbare symptomen heeft die zorgen voor ondraaglijk lijden. En de patiënt moet binnen 2 weken zullen overlijden. Ook de juiste medicatie en doseringen staan in de richtlijn. Het boekje is een leidraad. Het geeft je houvast. Maar in de praktijk komen er altijd afwijkingen voor waar je toch weer op moet corrigeren. Dus het vergt ook wel een zekere flexibiliteit en soms inventiviteit, creativiteit om toch zoveel mogelijk aan de wensen van de patiënt en de familie te voldoen. Van de ondervraagde huisartsen zegt 94% de richtlijn te kennen. 6% zegt van niet. Een deel van die 6% voert wel palliatieve sedaties uit. Dat is heel prettig dat de richtlijn bestaat. Maar goed, de richtlijn zegt niks over de timing en de manier waarop je keuzes maakt. En dus die richtlijn die vertelt wat je moet doen, maar niet hoe je het moet doen. En hoe je het moet toepassen, dus die regels die bestaan, dat wordt bepaald door die persoonlijke situatie die bij iedereen uniek is. Hoe past u het dan toe? Daar gebruik ik andere instrumenten voor. Dus meer mijn intuïtie en mijn morele kompas. Van ja, wat is goed, wat is niet goed. Er is geen goed in de zin van een juridisch goed of fout. Maar wat goed is, dat is dat je het juiste doet op het juiste moment. Wat past bij die persoon. Palliatieve sedatie is dus een behandeling echt aan het allerlaatste stukje van het leven. Waarbij iemand die klachten heeft die niet anders bestreden kunnen worden, in slaap gebracht wordt of in een staat van een wat lager bewustzijn, zodat die patiënt het allerlaatste stuk niet helemaal bewust hoeft mee te maken. Het mag alleen bij een hele beperkte levensverwachting, maximaal 14 dagen nog, ingeschat. Het kan een keuze zijn van de patiënt, het kan een verzoek zijn van de familie en het kan ook een voorstel zijn van de arts om dit te doen. En dit is allemaal onderdeel van regulier medisch handelen. Dit is dus niet zoiets als euthanasie, dit is goede zorg in de laatste fase van het leven. En de patiënt sterft aan de ziekte,
niet aan het handelen van de arts. Al deze medische beslissingen rond het levenseinde waar ik het net over had, zijn onderdeel van regulier medisch handelen. Horen gewoon bij het vak, is geen aparte wet voor, geen aparte regels voor. Tijdens onze volgende uitzending gaan we het hebben over die ene beslissing rond het levenseinde waar wel een aparte wet voor is en allerlei aparte regels, namelijk euthanasie. Maar nu gaat het dus over datgene wat hoort bij het hele pakket aan zorg wat een arts geeft aan iemand die bezig is met het laatste stuk van het leven. En dan gaan we nu verder praten daarover met Annelies Weverling, die daar alles van weet. Ja, dankjewel. Inderdaad, wij gaan nu verder in het gesprek met Annelies Weverling. Ons wel bekend ook van de bijeenkomsten die we de afgelopen jaren hebben gedaan in de fysieke zin, als het ging over die laatste levensjaren. Jij werd altijd geïntroduceerd als geriater. Als ik zeg klinisch geriater, dan klopte dat niet helemaal, heb ik begrepen. Maar dan moet ik zeggen internist ouderengezondheidszorg. Ik ben internist ouderengeneeskunde. En dat is nogal verwarrend in mijn tak van sport. Want je hebt geriaters, klinisch geriaters. Je hebt internisten ouderengeneeskunde. Ja. En je hebt specialisten ouderengeneeskunde. En een specialist ouderengeneeskunde is een verpleeghuisarts. Okay. En een internist ouderengeneeskunde is een soort klinisch geriater met een andere opleiding. Zo moet je het ongeveer zien. Het is voor de kijkers heel erg duidelijk hoe ik het zeggen. Maar goed. Ik werk in het Alreine ziekenhuis. Je doet belangrijk en nobel werk, zeg ik dan maar. Ja, ik werk in het Alreine ziekenhuis daar werk ik al ruim 15 jaar. En daarvoor heb ik een hele tijd in het LUMC gewerkt. Okay. Ik zie hele oude mensen. Nee, precies. En je werkte er dus al toen het nog het Elisabeth ziekenhuis heette, zo ongeveer. Dat klopt, daar heb ik mijn opleiding gehad. Ja. Ja, in het Elisabeth ziekenhuis. Voor heel veel Leidenaar is het nog steeds het Elisabeth ziekenhuis natuurlijk. Ja. Dat begrijp. Net zoals het Leidse Alreine ziekenhuis, dus Alreine Leiden. Dat is eigenlijk het oude DIAC. Het oude DIAC, ja. Precies, daarom. En dat was vroeger ook nog een protestants-christelijk ziekenhuis. Ja. Oké. Goed. We hebben wat dat betreft hebben we alles aardig in kaart gebracht. Maar de vraag is natuurlijk, wat doe je nou precies? Wat is jouw werk? Ik zie op verzoek van huisartsen meestal, zie ik patiënten die op verschillende gebieden problemen hebben. Ze hebben vaak lichamelijke problemen, maar vaak ook geestelijke problemen, vergeetachtigheid. Soms zijn ze heel erg in de war, of ze hebben stemmingstoornissen. En dat heeft, die twee factoren hebben vaak heel veel consequenties voor het functioneren in het dagelijks leven van mensen die gewoon nog thuis wonen. En daar richt ik me op om in ieder geval te zorgen dat ik de kwaliteit van leven van mensen, van oudere mensen, want je kunt niet altijd alles behandelen, om die kwaliteit van leven nog voor de tijd dat iemand nog te leven heeft, nog wat kan verbeteren. Ja. Dat is wat mijn doel is. Ja, precies. Kwaliteit van leven, dan denk ik aan die foto die wij, een tijdje geleden al in de eerste uitzending geloof ik hebben laten zien van de ijzeren longen van een ziekenzaal met 20 mensen die in een soort wasmachine lagen. Ja. Dat je denkt, nou, over kwaliteit van leven gesproken. Hè. Dus dat zijn het soort afwegingen ook die jullie maken. Ja, niet zo extreem. Nee, precies. Maar dat wel, is ook extreem. En ja, maar in die tijd was het nog zo dat mensen zeiden van, nou, je mag blij wezen dat je nog leeft. Dus, ja, nou, maar mijn doel is echt om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten leven. Ja. En daar, dat ze daar met plezier ook leven. Ja, ik weet dat er ooit een keer een plan was, en ik dacht ook bij het Alreine, om mensen boven een bepaalde leeftijd eerst altijd naar een geriater of een specialist ouderengeneeskunde te sturen. Is dat nog zo? Nee. Het is niet standaard. Het is niet standaard, maar bijvoorbeeld de preoperatieve patiënten die 75 jaar of ouder zijn, die worden vanuit de heelkunde, de gynaecologie,
De urologie, worden ze eerst langs de ouderengeneeskunde gestuurd. Om de beleidsbeslissing die er genomen is, er moet een operatie volgen. Wil iemand dat nog wel? En komt het wel eens kan voor? Kan het nog wel? Komt het wel eens voor dat jullie dus zeggen, nou nee, het heeft weinig zin om dit te doen? Dat komt wel voor, ja. Als mensen bijvoorbeeld een ernstige hartruis hebben. Ja. En daar kan gewoon heel moeilijk bijvoorbeeld een narcose gegeven worden. Dat geeft een heel groot risico. En wat heb je er dan aan? Dat je je heup laat opereren, maar je gaat dood aan je hart. Daar heb je niks aan. En wat gebeurt er als de patiënt zelf zegt, maar ik wil heel graag wel geopereerd worden? Ja, dan kan het dus in onze ogen zeggen we dan, het is een zinloze behandeling. En dan kom ik dus eigenlijk bij wat Dorothea net vertelde. Ja. Dan zeggen we, wij vinden het medisch is deze patiënt niet geschikt om die operatie te ondergaan. Probeer je ook uit te leggen aan de patiënt. Van wat wilt u? En dan zeggen mensen, ja, ik wil zo blijven zoals ik ben. En ik wil geen pijn in mijn heup. Nee. Maar als dat niet kan, dan zegt iemand, ik wil liever nog wat langer blijven leven. Mm-hmm. En dan kan ik wat minder goed lopen. Maar ik kan nog wel genieten van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen. En misschien wel van mijn achterkleinkinderen. Ja, maar nou andersom. Nou zegt zo'n patiënt, ik wil heel graag die behandeling. En die behandeling wordt door jullie als zinloos beoordeeld. Mag je dan zo'n behandeling eisen? Nou, je mag het eisen. Want dat is... Je mag het vragen. Maar vraag is of het toegekend wordt. Maar moet je vraag toegekend worden je het vraagt? Nee. Dat hoeft absoluut niet. Maar dan ga je met de verwijzer, namelijk de chirurg of de gynaecoloog, in gesprek. Ja. En dan maken we er een multidisciplinair gesprek van. Waarbij we nog eens een keertje het tegen het licht houden. En soms doen we dan... komen er nog... adviezen waarin je mogelijk het toch mogelijk is, maar het gebeurt ook heel vaak dat het niet kan. Hebben jullie in dat proces ook nog veel contact met de huisartsen? Zeker. Ja? Ja. Hoe kan het dan dat sommige huisartsen nog wel eens klagen en zeggen, ik hoor zo weinig van die specialisten? Nou, de ouderengeneeskunde heeft veel contact met de huisarts. Okay. Alle nieuwe patiënten die ik zie, ik bel meestal nadat ik een patiënt heb gezien en de patiënt gaat aan het eind van de dag weg. Dan bel ik de huisarts om de eerste gegevens door te geven. Ja. Maar ook met dit soort moeilijke beleidsbeslissingen geven we het terug aan de huisarts en zeggen tegen de huisarts, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja. Is dat verkeer verbeterd? Ja, ik ben ervan overtuigd dat soort overleg ten opzichte van 20 jaar geleden veel meer plaatsvindt. Okay. Het is wel iets wat we ze nu dan ook, bijvoorbeeld de jonge specialisten in het ziekenhuis nog wel eens moeten zeggen. Hè? Als ze dan bijvoorbeeld met een moeilijke situatie zitten, dan zeggen we, heb je wel eens overdacht om even de huisarts te bellen? Want die kent die patiënt waarschijnlijk beter. Wat een goed idee, zeggen ze dan. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar dit soort overleg, een multidisciplinair overleg, is typisch. Heel belangrijk in de ouderengeneeskunde. De specialisten zijn niet meer de goden van de Olympus die afdalen na een blaas. Nee, absoluut niet meer. Oké, goed. Dat is ook zo, je neemt een beslissing ook, is een soort shared decision met de patiënt en met de familie. Ja, precies. En mensen zijn altijd heel bang bij bijvoorbeeld een operatie, een electieve operatie, dat wil zeggen een geplande operatie. Dat ze zeggen, als ik nu narcose krijg, hoe kom ik daar dan uit? Ben ik geestelijk dan nog steeds zo scherp als dat ik nu ben? Ja. Nou, daar zitten wel risico's aan. Ja, en dat bespreken jullie, dat zeggen jullie dan ook? Okay. En ook bijvoorbeeld het optreden van een delier, een acute verwardheid.
Dat kan na een operatie ook heel makkelijk gebeuren. Ik heb begrepen dat veel ouderen daar toch wel een zeker risico in niet mee in voelen. Maar dat risico is er echt op een debier. Als je ja, zeker. Bent. Het zijn kwetsbare, oudere mensen. En ook al zien ze er qua lijf en leden fief uit en ze doen een heleboel. Toch is de kans op een acute verwardheid na een operatie is duidelijk verhoogd. Ja, maar dat is natuurlijk nog niet altijd een reden om dan die operatie... Nee, zeker niet, want we kunnen daar natuurlijk wel op letten. Ja. En ook op anticiperen. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb een vraag van een van de kijkers, waarvan we hebben beloofd dat we dat in deze uitzending aan de orde zullen stellen. Die zegt, ik kom toch eigenlijk in mijn contacten met artsen, kom ik heel zelden maar tegen dat een arts mij precies vertelt wat de voor- en nadelen van een bepaalde behandeling zijn, zodat ik die afweging kan maken, of welke alternatieven er eventueel nog zijn. Je kan kiezen tussen het een of het ander. Het een heeft dit voordeel, het ander heeft dat voordeel. Ik heb te weinig mogelijkheden om te kunnen kiezen en de alternatieven worden mij niet altijd aangereikt. Herkennen jullie daar een van jullie beiden in? Of zeg je, nou, dat is een beetje overdreven? Nou, ik... Ja. In ieder geval in mijn vakgebied... Ja. Betrekken we de patiënten heel erg. Ja, ja. En ook de familie. Ja. Maar ik weet niet hoe... Ik kan niet goed beoordelen hoe het in andere vakgebieden... Ben je ook eerlijk tegen? In de zin van... als het uitzichtloos is dat je dat dan zegt... als het terminaal is dat je dat dan zegt. We hebben in een van de eerdere afleveringen hebben we meegemaakt dat zo'n 50 jaar geleden het een soort doorbraak was dat een dokter zei, ik vertel precies tegen mijn patiënt wat er aan de hand is. Nou, dat was ongehoord tot en met 1970. Maar nu hoor je wel eens de andere kant dat het te hard en te genadeloos wordt gezegd. Nou ja, je kunt ook voordat je een onderzoek gaat doen bij een patiënt, kun je ook zeggen, het is belangrijk om de uitslag te weten. Mm-hmm. Wat we daarna met die uitslag doen, bijvoorbeeld kijken of er darmkanker is. Je doet een scan en je ziet daar een... Dan kun je daarna met die patiënt overleggen. Wilt u daaraan geopereerd worden? Wilt u alleen bloedtransfusies? Of wilt u niet geopereerd worden en zorgen dat we in ieder geval goed voor u blijven zorgen? En dan komen die bloedtransfusies natuurlijk ook weer om de hoek. Ja, dus het is, je kunt opnieuw wegen op het moment dat je het weet. Want het bekende misverstand is natuurlijk ook dat niet reanimeren niet betekent dat je niet behandeld wordt. Je wordt wel degelijk behandeld, maar... Absoluut. Ja, dus, maar omdat mensen dan denken, nou dan laten ze me gewoon liggen in dat bed. Nee. Dan doet u niks meer. Nee. Nou, dat zijn mensen die angst, en dat snap ik ook. Ja, heel begrijpelijk, ja. Mag ik nog één dingetje zeggen over de alternatieven en ook bespreken dat iets niet... Dat het mogelijk is om niks te doen. Er is een wijziging in de wet, de WGBO. Dat is de wet die gaat over artsen en patiënten samen. En sinds volgens mij 1 januari dit jaar staat daarin dat de arts inderdaad alternatieven moet bespreken, maar ook de mogelijkheid om niks te doen. Okay. En dus moet streven naar gemeenschappelijke besluitvorming. Of gezamenlijke besluitvorming. En dat was al zo. Maar we vinden dat dus zo belangrijk dat het zelfs in de wet terecht is gekomen. Dus ik kan natuurlijk niet zeggen over de ervaring van deze mevrouw of meneer die deze vraag stelde. Dat was een mevrouw. Het zou kunnen zijn dat ze deze ervaring heeft, dat geloof ik onmiddellijk. Maar dan heeft de dokter die zei, heeft ze het ongelukkig getroffen met haar dokter. Oké, goed. Dank jullie wel. We zijn alweer aan het eind. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken. En ik bedank ook de techniek, Rianne weer, voor de gewetensvolle wijze waarom dit allemaal is opgenomen. De volgende keer hebben we het over een onderwerp met een zekere beladenheid die nog iets sterker is dan wat we tot nu toe hebben meegemaakt over euthanasie. Maar we zullen ook dat respectvol behandelen. En ik dank jullie allebei zeer voor jullie komst.